BMW in Amstelveen wil de sociale samenhang in Amstelveen verbeteren. Wat is dat sociale samenhang? Het is eigenlijk meer zo dat mensen die in een wijk of in een buurt of in een straat wonen, dat die elkaar kennen en gewoon naar elkaar omzien en elkaar, voor elkaar ook klaarstaan. Dat ze met elkaar in de wijk gewoon bouwen aan goede, gezonde relaties. Op dit moment is er dus te weinig sociale samenhang in Amstelveen. Dat wordt wel door burgers zo ervaren. Dat zien we uit de peiling, de stadspeiling. En daar willen we heel graag wat aan doen. We gaan er fors op inzetten en we hopen dat dat effect zal hebben. En dat mensen gewoon een beetje met elkaar, samen met elkaar zich inzetten zullen voor elkaar en de wijk. Vroeger had je veel meer sociale samenhang. Hè? Hoe komt het dat het verdwenen is? Ja, dat had misschien te maken dat de steden en dorpen wat kleiner waren. Dat je wat meer een dorpsmentaliteit had en dat je elkaar gewoon kende. En nu ken je elkaar niet zo makkelijk meer. En dat willen we graag doorbreken. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, we gaan het aanpakken door de burger centraal te stellen in het nieuwe welzijnsbeleid. De burger is centraal. De burger is aan zet. De wensen van burgers die zouden ook meer de leidraad moeten worden in het nieuwe plan. Dus niet meer aanbodgericht, maar echt vraaggericht van wat wil de burger nou. Ook het wijkcentrum willen we teruggeven aan de burger. In die zin dat echt hun wijkcentrum wordt en zij bepalen wat daar gaat gebeuren. Betekent dat welzijnsinstellingen en wijkcentra geen eigen dingen meer aanbieden die ze zelf bedenken? Nee, het betekent dat ze het juist zelf aanbieden. Hè? Dus wijkcentra die krijgen een groep die de bewoners van die wijk zijn en dus zeggenschap hebben over dat wijkcentrum. Mm-hmm. En die gaan bepalen, in eerste instantie adviseren en ook later ook meer bepalen en ook op een gegeven moment ook uitvoeren wat in het wijkcentrum moet gebeuren, en activiteiten en ook elders in de wijk. Het gaat ook niet alleen om het wijkcentrum, maar ook om activiteiten elders in de wijk. Dus bewoners worden de baas in een wijkcentrum? Heel goede conclusie, dat is het, ja. Daar streven we naar.